Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Opvallend dat Cancelo daar uitkijken naar. Oh, bijna. Jesus. Ja, goede ren van Sterling. En dat is ook een goede knal. Prima hoor, van de centrale verdediger Marcel. Marcelo en Marcel. Dat is geen kwaaie bal, maar ik denk buitenspel. Van de Kambi. Nee, mag hij doorgaan? Ja. Overgenomen nu door Cordain en de goal! 0-1 voor Lyon. Als de vlag beneden blijft, staat de underdog op voorsprong. Toch maar eens kijken. Nee. Hier staat Walker. Denk ik, zo te zien. We gaan het noteren. Garcia is nog terug, maar dan goed afgewerkt, goed bijgesloten. Ah, prima, want zoveel plaats was er niet om die toch nog netjes binnen te leggen. En als we het zo zien, denk ik geen buitenspel. Nee, denk ik echt niet. Garcia voor De Bruyne. Mooie paas en Sterling nog en de redding van Lopez. Voor één keer er nu half naast Marcelo. Sprintje nog van Sterling. Kapt zich voorbij de naaier. En vindt De Bruyne. En hij doet het! Kevin De Bruyne maakt gelijk. De captain gaat voorop in de strijd. Hij leidt achtervolging. En de gelijkmaker op 20 minuten van het einde. Kevin De Bruyne. 1-1. Veel vrijheid voor Kevin. Kijk hier, hij kan zomaar in die vrije ruimte komen. Aouar had nog een sprintje kunnen trekken, maar kan niet meer misschien. Het is uit de rug van Guimaraes. Het is met drie tegen die ene. En daar goede ingreep uiteindelijk als je het zo bekijkt van Guardiola. Dit is buitenspel. Ja, beter opletten. Nee. En hij gaat erin. Ongelooflijk. Dembélé. Goed gelaten. Het is 1-2 voor Lyon. Even verwarring. Wait and see. Dit was buitenspel natuurlijk. Maar laat hem lopen. Ah, maar een overtreding misschien. Dat zou kunnen hier op Laporte. Was het Laporte niet? Aangelopen? Ja. Dat zou kunnen. En geeft toch een doelpunt. Toch een doelpunt. Mahrez, De Bruyne. Walker is vertrokken. De bal komt niet helemaal aan, maar Jesus neemt over. Nog Jesus en Sterling. Oh, de misser van het jaar. Sterling. Oh, wat doet hij? Ik had hem al opgeschreven, de 2-2. Oh. Ja, ik had hem al opgeschreven. De beste man op het veld. Dan kan je niet plaatsen. Als je dit laat liggen, op 3 minuten van het einde in de kwartfinale van de Champions League. Nee. Nu gaat hij op zijn buik. Niet meer op zijn knieën. Dan gaat het niet lukken. Het is vervloekt. Raheem Sterling. Ja, je weet het. Kijk eens. Daar komen ze nog een keer. Aouar. En hier Dembélé. Ja. En 1-3. Buitenspel of niet?
Ederson denkt het. Nee, nee. Maar hij flatert. En City ligt eruit. Seconden na de misser van het jaar. De misser van de E van Sterling. De flater van Ederson. En het plunderboek van Manchester City in de Champions League wordt al maar dikker. Wat een sensatie. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En Mastercard, UEFA Champions League sponsors.